Of zoals jullie hipsters allemaal, ASMR. Hi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Roeg-vlog. Je ziet het, ik zit in de auto. Het regent heel hard. We hebben afgesproken bij het beheerkantoor van Natuurmonumenten. We gaan op pad met Tineke. En ik moet toch even door de regen. De rest zit binnen te schuilen. Dus even kijken hoe de sfeer daar is. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, zitten we. Wat een weertje. Ja. Wordt het nog droog? Ja, het wordt droog. Het wordt altijd weer droog. Oh, ja. Ook nog op tijd voor de opnames? Ja. Oh, gelukkig. Een half uur of zo, hè? Ja, zoiets, ja. Oh, nou, lekker bakkie erbij. 10 uur. Gaat over koeken zelfs. Kopje koffie of thee? Lekker. Zeg maar. Thee. Jan? Ja? Ik denk dat wij voorlopig geen aflevering gaan maken over de droogte, of wel? Nou, vandaag in ieder geval niet. Nee. Ik kom met bakken uit de hemel. Ja, maar ja. Nou, dat hebben we niet vaak. Maar dit is al de tweede keer in korte tijd. Ja. Dus, maar en wij gaan hier naartoe, begrijp ik? Hier. Ik weet niet waar het is, maar daar gaan we heen. Nou, ergens op het Dwingelderveld. Het is hier in de buurt. Okay. Het is een of ander bosje. Even kijken, ik geloof dat wij nu hier ergens zijn. Oh ja. Zo, we moesten een beetje om. Dit zal en al zijn. Deze dingen, dat zijn raadakkers. Ja. En dit zijn grafheuvels. Dus daar gaan wij kijken. Ja. Nou, ik ben benieuwd hoe dat er dan in het echt uitziet. Nat. Wat? Nat. Ziet er nat uit. Ja, ik denk dat alle raadakkers volgelopen zijn. Tineke, ja. Wat zoek je? Proefsleuven. Proefsleuven? Ja. Ah, nee, tuurlijk. We moeten hier twee zitten. Maar... Want we staan hier achter jou, zien we allemaal grafheuvels. Die had jij net aangewezen op de kaart. En dat zijn er nogal wat, hè? Wat zei je ook alweer? 45? 45. Ja. Het is wel een prachtplek zo, hoor. Ja. Maar goed, Proefsleuven. Ik zoek even verder. Leg zomaar even uit wat het dan ook is. Ja, dat ga ik doen. Dat is allemaal goed. Gevonden? Gevonden. Kijk, dat is hem. Dit is eigenlijk een proefsleuf. Dat is gegraven door studenten van de Universiteit Groningen. En die hebben hier onderzoek gedaan naar wat zit er nu in de bodem. Wat kunnen we nog terughalen ook aan pollen. Om te weten wat hier vroeger ook verbouwd is. Oh. En... Nou, dat geeft ook wel aan dat er ook die akkertjes die hier eigenlijk direct achter liggen, dat daar emmertarwe, vlas, spelt, dat eigenlijk allemaal verbouwd is. Het bijzonder dat je dat nog terug kunt vinden eigenlijk. Dat je dat daaruit kan halen. Hè? Ja. Ik vind het ook bizar. Ja. De geluiden van het bos. Dan doe ik net alsof ik geluid aan het draaien was. Dat hebben we nog nooit behandeld. Nee. Pro tip van de dag. Oh ja. Zorg voor geluid. Goed geacteerd dit. Goed geacteerd, hè? Zeker. Ja. Maar vertel, wat was je aan het doen? Ik was geluid aan het opnemen. Geluiden van het bos. Of zoals jullie hipsters allemaal, ASMR. Dat was ik aan het doen. Hoezo jullie hipsters? Oh nee, dat is voor de kijkertjes op YouTube. Oh, okay. Want die zijn gek op ASMR-filmpjes. Nee, waarom doe ik dat? Omdat als Jan gaat monteren, of Jascha, die dat is ook een editor bij ons... Dan hebben ze vaak geluid nodig. En als ik aan het filmen ben, dan gaan jullie allemaal lopen door het bos. En dan weer gekraken en gekletsen. En we moeten natuurlijk overleggen. En om ervoor te zorgen dat de audio onder de prachtige beelden die ik maak nou een beetje netjes is. Draai ik altijd 2,5 minuut los geluid. Gewoon bosgeluid. Dus je kan natuurlijk van cd's vogeltjes halen. Maar dan heb je best kans dat er exoten tussen zitten die hier niet voorkomen. Dus dan draaien we tot de locatie. Dat is sowieso beter. Mensen in de professionele wereld. Ja. Ja. En dat kun jij dan dus weer gebruiken? Dat gebruik ik dan weer, ja. En dat is voor ons ook even een momentje... Van rust. Ja. En contemplatie. En stilte. Kunnen we even nadenken. Even luisteren. Genieten van de vogels. Moet ik helpen? Ja, voor... Wauw. Zo maar. Ja, voor mij. Wacht even, nu moet het opnieuw. Nee. Doe maar alsof je, hoe heet zij, bent van Sound of Music. Zo mooi. En gracieus. Moet ik even mijn laars uitdoen, denk ik. Maar het is wel echt prachtig, dit doorkijkje.
Krijg ik nu een fototip, want ik krijg het niet mooi op de foto. Nee, het is natuurlijk diepte. Hè? Diepte is moeilijk om op een 2D medium zoals een foto vast te leggen. Ja. Dus als je nou een beetje iets op de voorgrond pakt, kan een mens zijn of een stapeltje stenen. Die hipsters doen ook allemaal stapeltjes stenen in de bergen. Of je doet zo'n twijgje zoals dit. Kijk, en dan krijg je al, zeker een beetje met de groothoek, dan krijg je al best een aardige, aardige foto waarin je wat diepte kan zien. Oh ja. Nou, nu jij. Wat een slechte foto's. Echt. Ja, Tineke, we hebben door een prachtig bos gelopen, werkelijk. Vind ik, met hele bijzondere plekken. Vind ik ook. Ja. Voordat wij afsluiten, gaan wij nog even naar de quiz. We hebben eerst nog het goede antwoord van vorige week. Peter, wat was ook alweer jouw vraag? Ja, de vraag is, welk bloemetje is dit? Ja, deze mooie gele. De mooie gele. En is dit, wat is het? Het is een gewone Barbara kruid. Een heel gewone bloem dus. Nou, gewone bloem. Wat wel heel kenmerkend is, straks als die uitgebloeid is, krijgt hij allemaal kleine peultjes. Oh. En dat is wel heel mooi om te zien. Ja, Tineke, en dan nu jouw quizvraag. Dat gaat hierover. Ja, want je staat een beetje wijdbeens. Ik sta hier in een karrespoor. En dat heet een Drents karrespoor. Want we zijn in Drenthe. Want we zijn in Drenthe. En daar was een afspraak over dat de doorsnede van het karrespoor was. De breedte. Of de breedte eigenlijk, zodat al die karretjes in dat spoor passen. Was die breedte, was dat nou 1,11 meter, 1,16 meter of 1,21 meter? Nou, weet jij het goede antwoord? Laat dat dan hieronder achter in de reacties. Ja, je mag wel weer gewoon de midden op gaan staan. Dat staat een beetje ongemakkelijk, denk ik. Pas ik er nou nog op? Ja. Volgende week vertel jij hoe breed dat karrespoor dan was, ja. Hè? Leuk, tot volgende week. Doeg! Doei!